Even een vraag vooraf. Wie van jullie heeft vandaag nieuwe kleren aan? Steek even je hand omhoog. Ja? Nieuwe kleren. Wie heeft de nieuwe kleren? Kijk eens. Heel mooi. Ik heb even staan kijken hoe iedereen binnenkwam. En ik zag mooi gekapte haren. Mooie bling bling zag ik al hier en daar wat nieuwe juweeltjes. Misschien al gekregen van je geliefde. Ik heb zelf ook eigenlijk best wel mijn best gedaan. Hè? Ja. Ik laat ook eens wat nieuws doen, dank u. Ja. Ik durf eigenlijk wel een beetje te zeggen voor ons allemaal dat we er gewoon op ons paasbest uitzien. Of niet? Hè? Gewoon lekker zo op zijn paasbest. Paasbest zul je misschien denken. Klopt dat dan wel? Maar lieve mensen, zonder Pasen is het met kerst mis. Als we kerst alleen maar zien als een gebeurtenis die vandaag plaatsvindt, dan is het op zich niet zo heel veel. We hebben er eigenlijk wat meer context bij nodig. En zo mag ik op mijn werk zo nu en dan wel eens wat mensen spreken als ze komen solliciteren. En dan vind ik het altijd erg spannend. Want je krijgt van tevoren een brief opgestuurd en een cv, moeilijk woord. En er staat dan precies op wat iemand allemaal gedaan heeft. En dan vraag ik me toch altijd een beetje af, wie is dan diegene? En tegenwoordig kan je op social media natuurlijk een beetje kijken waar iemand op vakantie is geweest en wat hij leuk vindt om te doen. En dan komt het gesprek. En dan zit je tegenover elkaar en meestal loop je dan zo'n beetje die cv door en ja, blijft het toch een beetje aan de oppervlakte. Welke opleiding heb je dan gedaan? Welk werk heb je gedaan? Maar ik wil eigenlijk veel liever weten, wie ben je nou precies? En dan stel ik wel eens een vraag, wat was nou je grootste succes? Waar ben je trots op? Nou, en dan leven mensen wel op, hè? Dan beginnen die ogen te glimmen en dan beginnen ze te vertellen van alles en nog wat. En als ze uitgepraat zijn, dan vraag ik meestal, wat was nou je grootste teleurstelling? Wat was nou je absolute dieptepunt? En dan wordt het vaak even stil. Ik ga een keer een beetje slikken. Soms rolt er ook wel eens een traan. Alleen dat is wel het moment dat we elkaar van hart tot hart leren kennen. Dat we elkaar leren kennen wie je bent en niet alleen wat je doet. En voor mij geeft dat een compleet plaatje. Krijg ik een goede indruk van, hey, als jij bij ons komt, wie komt er dan bij ons werken? En zo is kerst zonder het grote plaatje kerst niks. Eigenlijk op zich niet zo heel bijzonder. Want als we het grote plaatje niet hebben, dan is het gevaar dat kerst eigenlijk een beetje blijft hangen om de kerstboom, of het kerstdiner, of misschien een gezellige dag met je familie. Maar gelukkig bent u vanavond in de kerk. En op kerstavond, waar we het gaan hebben over het grote plan van God. En wat de rol van kerstfeest is in het grote plan van God. Dat is het doel vanavond van deze preek. En hier in de kerk zijn we met elkaar onderweg. We zijn onderweg van paradijs naar paradijs. Het paradijs wat God geschapen heeft en de nieuwe aarde die gaat komen. En daartussenin zitten allemaal gebeurtenissen. Het is een reis die we individueel maken, maar ook gezamenlijk als kerk. En u ontmoet ons vanavond op die reis bij de halte Kerstmis. Hier op kerstavond. In de kerk die Jezus zijn bruid noemt. Want wij als kerk zijn het grote plan van Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En Jezus is geboren met kerst. En de meesten van jullie kennen dat verhaal wel of hebben het wel eens gehoord. Over de stal, de herders, de engelen, baby Jezus in een kribbe. En Jezus die God was en mens werd voor ons. En God noemt hem zijn zoon. En in het grote plan van God vervult Jezus een hele centrale rol. Maar waarom heeft God dan eigenlijk een groot plan? En hoe zien we dat dan? Nou, laten we daar eens even naar kijken. God maakte een prachtige aarde. Hij wilde mensen maken waar hij een relatie mee kon hebben. Die voor de oude aarde zouden zorgen en die hem zouden aanbidden en eer geven. Maar het gaat mis. Ongehoorzaamheid maakt scheiding tussen God en de mensen. De aarde is ineens helemaal geen veilige plek meer. Geen onbezorgde plaats. Maar God belooft een reddingsplan. En God roept Abraham uit een ver land. En hij gehoorzaamde en trok naar het land Kanaan, wat nu Israël heet. En God kiest voor zichzelf een volk door het apart te zetten en waaruit later Jezus geboren zou worden. Jacob, de zoon van Abraham, wordt Israël genoemd. En hij krijgt 12 zonen en door hem groeit het volk. En vanwege een hongersnood komt het volk via Jozef in Egypte terecht om daar te overleven. En in een biezenmandje wordt Mozes uit de Nijl gered
omdat Farao alle jongetjes naar het leven stond. En wanneer Mozes vlucht en 40 jaar herder is geweest, wordt hij geroepen om het volk uit Egypte te bevrijden. God wil hen gebruiken die van zichzelf denken en vinden dat ze het eigenlijk niet kunnen. God doet grote wonderen. En koning David is de voorvader van het menselijk geslacht waaruit Jezus geboren is. Hij was een man naar Gods hart. Hij was de jongste en de kleinste en de minste van al zijn broers. Een schaapherder. En in de stamboom van Jezus zijn het niet allemaal mensen van adel. Jezus werd geboren uit een familie van mensen die net als ons soms moeite hebben met het leven. En dan wordt het kerst. En Jezus komt om de mensen te redden van hun eigen fouten. Zodat het weer goed kan komen tussen de mensen en tussen God. Profeten spreken al 600 jaar geleden, voor zijn geboorte reeds, over zijn komst. Jezus komt hoop brengen. Engelen zongen over die hoop. En door hoop kwamen de herders om te aanbidden. Hoop lag in de kribben. En als Jezus dan over de aarde loopt, dan demonstreert hij het koninkrijk dat komen zal. Door er niet alleen over te vertellen, maar om het te laten zien. Hij herstelt wat gebroken is. Wonderen gebeuren. Want in het koninkrijk van God zijn geen zieken, zijn geen lammen en zijn geen blinden. En er is geen oordeel voor hen die in Christus zijn. We mogen leven zoals Jezus dat deed. Zijn koninkrijk mag leven in ons hart en zichtbaar worden voor alle mensen om ons heen. En dan zullen er opnieuw wonderen gebeuren en herstel zal plaatsvinden. Maar op Goede Vrijdag geeft Jezus zijn leven, zodat wij gered kunnen worden. Zijn opoffering rekent eens en voor altijd af met onze fouten. Hij neemt al onze slechte dingen en de schuld die daarbij hoort op zich. Hij die genegeerd werd, kwam om te redden die hem negeerde. Met Pasen staat Jezus op en hij overwint van de dood. Zodat we altijd met hem mogen leven. Niet alleen hier en nu op aard, maar voor altijd. Pasen laat ons zien dat wanneer wij sterven in dit leven, er een nieuw leven voor ons zal zijn. Omdat Jezus ons dat wil geven. In onze doop zijn we met hem gestorven en weer opgestaan. Maar eerst gaat Jezus weg. Hij gaat terug naar de hemel van waar hij gekomen is. En daar regeert hij als koning. En hij vertelt ons dat hij een plaats voor ons aan het klaarmaken is. En zodra die plaats klaar is, zal hij ons komen halen en mogen wij hem volgen op de wolken. En mogen wij op de nieuwe aarde wandelen. Kijken wij daar al naar uit? Want wat een prachtige dag zal dat zijn. Maar Jezus laat ons gelukkig niet alleen achter. Hij geeft ons zijn geest, die altijd bij ons is en in ons woont. En die leert ons precies om te doen wat Jezus deed. Maar bovenal om te worden als Jezus. We mogen zijn werk verder voortzetten. En de mensen vertellen van het grote plan van God. Zodat iedereen het gehoord heeft en mee kan gaan op de reis. Jezus helpt ons daarbij. Door het diepste van hemzelf in ons te leggen. Zijn geest. En samen hier in de kerk volgen we dan Jezus. Daarom noemt hij ons ook zijn bruid. Waar zijn liefde naar uitgaat. Jezus komt terug en hij zal zijn bruid halen. Zodat we voor altijd de nieuwe aarde mogen bewonen. En iedereen zal hem zien. En dat moment kan er zomaar zijn. Morgen, vandaag, misschien wel nu. En de vraag is, zijn wij er klaar voor? Is er voldoende ruimte in ons hart voor koning Jezus? En dan zal die nieuwe aarde daar zijn. De leeuw ligt naast het lam. De baby speelt met een slang. En nooit meer tranen. Nooit meer pijn. En hoe mooi zal het paradijs straks weer zijn. Dat we mens mogen zijn zoals God het ooit bedoeld had. Bij Jezus zijn. En voor altijd in vreugde leven. Dan gaan we terugkijken. En dan komen we weer bij kerst. Kerst is een centrale gebeurtenis in het grote plan van God. Feest van verwachting en hoop in donkere dagen. En in de Bijbel komt kerst eigenlijk niet zo gek veel voor. Er zijn 4 evangeliën geschreven, waarin in maar 2 van die evangeliën gesproken wordt over kerst. Terwijl er verhalen zijn
over Jezus die in alle vier de evangeliën voorkomen. Bijvoorbeeld Pasen, dat Jezus 5000 mensen voeding geeft, dat hij gedoopt wordt. Dat wordt wel 4 keer genoemd. Dus kerst krijgt in de Bijbel minder aandacht dan andere gebeurtenissen. Echter in onze beleving is het kerstfeest vaak toch wel het grootste en het belangrijkst. Kijk maar eens om u heen, de kerk zit immers het allervolst nu vandaag met kerst. Als op hemelvaart hier weer komen, ziet dat er heel anders uit. En wellicht komt het ook omdat er veel aandacht is voor alles wat enigszins met kerst te maken heeft. Maar in het grote plan van God was kerst de centrale gebeurtenis. Jezus werd heel onopvallend geboren in een stal. En het was allemaal zorgvuldig door God gepland. Het gebeurde wel heel onopvallend in één zelfs van de kleinste landen ter wereld. Bij een volk dat God zelf gekozen had honderden jaren geleden toen hij Abraham riep. En behalve een paar herders had nog helemaal niemand gehoord van de geboorte van de Messias. Er moesten zelfs engelen aan te pas komen om de herders ervan op de hoogte te brengen dat er iets bijzonders gebeurd was. De geboorte bleef onopgemerkt voor iedereen. Totdat de wijzen bij Herodes kwamen. En toen begon het langzaam door te dringen tot de mensen van Jeruzalem, maar ook tot Herodes, dat er iets bijzonders was gebeurd. En dat gaan we lezen, dat staat in Matteüs 2. En we komen in het verhaal op het moment dat de wijzen bij Herodes zijn geweest en ze hebben afgesproken dat als we de baby gevonden hebben, dan komen we terug en dan zullen we u vertellen waar het is. En dan gaan ze weer op pad. En dan lezen we in vers 10. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind en Maria zijn moeder. Huis staat hier, hè? Geen stal. We zitten hier eigenlijk al 2 jaar verder in de tijd. Die wijzen hebben daar een tijdje over gedaan. En toen woonde Jezus al thuis met zijn vader en moeder. En ze vielen neer en aanbaden het kind. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, kwam er een engel van de Heer bij Jozef in een droom en hij zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Jozef stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en hij vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan is er een stukje dat gaat over het slechte plan van Herodes. Dat slaan we even over. Als dat voorbij is, toen Herodes gestorven was, zie een engel van de Heer verschijnt Jozef opnieuw in een droom in Egypte. En hij zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was in plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat ze door een aanwijzing van God opnieuw in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in de stad die Nazareth heet, zodat opnieuw vervuld werd wat door een profeet gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Mensen, dit is een bijzonder stuk waar heel veel details in zitten. En het begint ermee dat Herodes, de koning over Israël, het maar helemaal niks vindt dat er een koning bij komt. Hij wordt zich ineens bewust door die wijzen van, hey, waar is de koning van de Joden? Hij denkt, een koning? Hoezo? Ik ben toch koning? En er kwam een heel slecht plan in hem op. En hij vraagt ook aan die wijzen van, joh, hoe lang is dat geleden dan dat die jongen geboren is? En dan krijgt hij daar een tijd in te horen. En dan bedenkt hij het plan om af te rekenen met al die jongetjes van die leeftijd. En dat is de reden waarom God zegt tegen Jozef in een droom, sta op, pak het kind op en zijn moeder en vlucht. Want je moet passen in mijn grote plan. Je moet mijn grote plan volbrengen. Want Jezus moest immers nog van kerst naar Pasen, naar hemelvaart enzovoort. Jezus had nog een hele weg te gaan. En God beschermde hem. Hij had een plan voor het leven van Jezus. In dit verhaal
zien we dat Jozef wel 3 keer door een engel wordt aangesproken. Ook de wijzen ontvangen heel direct een waarschuwing van God. En keer op keer gehoorzaamt Jozef en doet direct wat er van hem gevraagd wordt. Want Gods grote plan moet immers doorgaan. En Gods plan zit ook in de kleine details. Kijk eens hoe de schatkisten opengaan en Maria en Jozef goud, wierook en mirre krijgen. En ik geloof dat het is om Jozef en Maria iets mee te geven op het moment dat ze op de vlucht gaan. En als vluchtelingen aankomen in Egypte en daarvoor een langere tijd moeten blijven. Zodat ze iets hebben meegekregen van God om zichzelf te kunnen voorzien in onderhoud. Zo groot is onze God. Als hij jou een opdracht geeft of ergens naar toestuurt, dan zal hij je ook de middelen geven. Dan zal hij je daar ook bij helpen. Dan zal hij voorzien. Want zo is hij. Hij is onze voorziener. En Jozef vlucht naar Egypte om te overleven. Net als de broers van de andere Jozef zoveel de honderden jaren geleden. Jezus ontsnapt net als Mozes aan een verschrikkelijke kindermoord. Om daarna als een groot leider te worden van een volk en het volk te leiden naar vrijheid. Naar het beloofde land. En de geschiedenis uit het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, wordt weer actueel in het tweede deel, het Nieuwe Testament. Een verhaal waar beide keren de kinderen moeten ontgelden, zodat de leider kan overleven. Maar die als voorbeeld meegenomen mag, het volk naar vrijheid mag brengen. En zo is de Bijbel van kaf tot kaf nog steeds relevant voor ons. Maar wat kwam Jezus dan brengen? Wat hebben wij daaraan vandaag? God zond zijn enige zoon naar deze aarde omdat hij van ons houdt. Zijn grootste wens is dat wij allemaal onze reis volbrengen en komen in het tweede paradijs, de nieuwe aarde. Maar we zitten onszelf gewoon heel vaak in de weg. En dat kunnen we zelf ook helemaal niet oplossen. Onze liefde voor onszelf en de fouten die we daardoor maken, houden ons weg bij God. Zijn liefde kan niet bij ons komen, omdat we steeds zelf proberen ons eigen geluk te maken. Of het van anderen verwachten dat zij ons gelukkig maken. Jezus hield meer van ons dan van zichzelf. Hij gaf alles om ons weer bij God te brengen. Zodat we straks met hem mogen leven. En nu mogen we weten dat we geliefd zijn door God, onze Vader. Hoe fijn is dat om dit te weten in een wereld die steeds liefdelozer wordt. Waar het jezelf mogen zijn steeds moeilijker is. Jezus kwam ons te redden van onze eigen ongehoorzaamheid. De dingen die wij verkeerd doen. We waren gescheiden van God, maar nu mogen we weer bij hem zijn. In Romeinen 5, vers 18 schrijft de Bijbel: door de zonde, door het toedoen van één mens is de schuld gekomen in de wereld over alle mensen en de dood. Maar zo komt ook door het toedoen van één de genade over alle mensen en het leven. Vrij vertaald, door de stomme fout van Adam is de zonde in de wereld gekomen. Maar door de liefde van Jezus is het uit de wereld weggenomen en is de genade gekomen. En mogen we eeuwig leven. Wat een wonder is dat. Dit is de centrale gedachte van het grote plan van God. Maar Chris, we zien vaak zo weinig van het grote plan. Als we gewoon elke dag om ons heen kijken. Wat betekent het dan voor mij? Nou, Gods grote plan zit in de details, hebben we gelezen. Kijk naar Jozef. Naar de nauwgezette kleine dingen die God keer op keer regisseert. Om uiteindelijk zijn plan te laten slagen. Hij bemoeit zich met de details. Door de hele Bijbel heen vinden we dat terug. Zijn plan loopt nog steeds. En wij allemaal maken daar onderdeel van uit. Want die Bijbel is toch helemaal niet uit. Dat laatste stuk aan de achterkant, dat moet nog komen. We hebben het net gezien. Dat Jezus terugkomt en de nieuwe aarde plaats zal vinden. En omdat wij van dat plan onderdeel uitmaken, wil hij zich ook met jou bemoeien. Hij ziet jou, ook hier vanavond. En hij is geïnteresseerd in je. In je successen en in je dieptepunten. En hij kent jouw gedachten. Hij weet ook hoe je hierheen gekomen bent. En hij weet ook van je mislukkingen. Hij kent je verdriet. En hij wil je zo graag troosten. Zijn arm om je heen slaan. Want hij vindt jou helemaal te gek. Hij verheugt zich over jou, schrijft de Bijbel. Want hij heeft jou zelf gemaakt. Al voordat hij de aarde maakte, wist hij dat hij jou wilde hebben. En hij doet wat hij belooft. Maar zien wij dat ook?
Hebben wij daar zelf nog oog voor? Laten wij Jezus of God voor ons zorgen? Is er plaats voor hem in ons hart? Of sluiten wij de deur voor hem, net zoals alle herbergiers 2020 jaar geleden? Durven we toe te geven dat we fouten maken, ongehoorzaam zijn aan hem? En dat we het nodig hebben om gered te worden van onszelf? Weet je, hij zorgt niet alleen voor zijn zoon, maar God noemt ons zijn kinderen. Dat maakt ons broers en zussen van Jezus. Dat maakt dat hij onze vader is. En dat maakt dat hij zich met ons wil bemoeien. Dat hij zichzelf in ons wil storten. Als hij voor Jezus zijn zoon zorgt, wil hij dat ook voor jou doen. Hij wil je verdriet omzetten in vreugde. Hij wil je zelfbeeld herstellen. Hij wil je een nieuw perspectief geven. Hij wil er voor jou zijn en met jou samenwerken aan zijn plan voor jouw leven. Want hij vindt jou daar uitermate geschikt voor. Je hoeft alleen maar bij hem te komen en te vragen of hij jouw vader en redder wil zijn. Misschien hoor je dit voor het eerst. Dan denk je, wow, dat wist ik helemaal niet. Ik heb nieuwe kleren gekocht, ik wilde een mooie avond. Maar ineens begin ik te zweten in mijn jasje. Of misschien ben je wel ontroerd geraakt dat je denkt, wow, is het echt waar wat je zegt? Ik verlang er zo naar dat ik die liefde van iemand anders mag ontvangen. Lieve mensen, God is hier vanavond. En er staan daar achter in de hoek een aantal hele lieve gemeenteleden die jou graag willen voorstellen aan God de Vader. Als je zijn liefde wil ervaren, als je hem wil toelaten in jouw leven en hem wil omarmen, dan mag je daar naartoe gaan. En dan hoef je alleen maar te zeggen, wil je mij voorstellen aan die God? En dan zullen ze een arm om je heen slaan en jou een knuffel geven namens God de Vader. En dan mag je thuiskomen. En weet je waarom? In zijn herberg is altijd plaats. Hoe vet is dat? Die deur is altijd open. En maak er gebruik van. Ga niet naar huis straks en denk, had ik het maar gedaan. Je mag gewoon daar naartoe lopen en dan word je opgevangen. Kerst 2019, het eind van het millennium. Van geboorte in een stal naar geboorte in ons hart. Ons hart dat zo gericht is op onszelf, mag veranderen naar een hart dat uitgaat naar onze Vader. Van engelen bij de herders die u het nieuws van de geboorte van Jezus vertelden, nu het nieuws door ons heen in deze donkere en liefdeloze wereld. We zijn begonnen met een reis van paradijs naar paradijs. Wilt u onderdeel worden van die reis? Zoekt u misschien reisgenoten? Wilt u mee naar die fantastische eindbestemming? Kom dan vaker, niet alleen vanavond. Ga met ons mee onderweg. Ontdek dat u hier onderdeel kunt zijn van deze grote familie. Een familie van broers en zussen die groeit en groeit en groeit. Hoop. Hoop is een persoon en zijn naam is Jezus. Vannacht is de man van smarten geboren. Die kwam om te dienen en door zijn lijden ons voor eeuwig te redden. Zoekt en gij zult vinden, zegt hij die zich laat vinden. Onder andere hier bij ons in de kerk of in alle andere kerken wereldwijd. In de harten van al deze lieve broers en zussen. Hier zijn we nooit meer alleen. Hier zijn wij familie van elkaar en van God. Hier is het kerstfeest. Amen.